Er is een verschil tussen marketing van je visie of je diensten en producten en de marketing van je video zelf. En als je je afvraagt hoe zet ik mijn diensten en producten het beste in de markt, uiteraard met als doel om meer te verkopen, dan zeg ik als videomarketingstrateeg met high-end video. Want een video komt nou eenmaal het meest in de buurt van een persoonlijke ontmoeting. En in zo'n persoonlijke ontmoeting maak je natuurlijk echt verbinding met de ander. En kun je een relatie opbouwen. Nou, als je videomarketing voor je bedrijf wilt inzetten, dan is een andere hele belangrijke vraag om te stellen, die vaak niet wordt gesteld. Hoe zet je je video dan het beste in de markt? Nou, ik zal je het antwoord op die vraag straks geven. Ik ben nu weer voor een maand in een fijn buitenhuisje aan de kust. En het is echt heel erg mooi hier. Ik loop zo de duinen in en met 10 minuten fietsen zit ik op het strand. En de komende weken staan er nog een aantal videotestimonials op de planning. En ik heb heel veel zin om al die mooie verhalen te gaan vastleggen. En ook te gaan delen met mijn klanten. Dat is altijd een cadeautje. En de rest van de zomer heb ik bijzondere plannen. Maar daar vertel ik je een andere keer nog wel over. Nou goed, terug naar mijn punt. Er is namelijk een verschil tussen de marketing van je producten en diensten en de marketing van je video zelf. En je zou kunnen zeggen dat het een niet zonder het ander kan. Als je resultaten wil behalen natuurlijk. En ik ga ervan uit dat je dat wil. Maar op beide vlakken zie ik heel vaak dingen misgaan. Allereerst, de video is vaak niet wervend. Dus niet gericht op het perspectief voor je allerbeste klant met wie je het liefste wil werken. En die je ook meer naar je toe wilt krijgen. En je ziet vaak dat video's gaan over het bedrijf of over de eigenaar. En niet over de klant. En die is natuurlijk maar in één ding geïnteresseerd. En dat is gewoon, wat heb ik eraan om met jou te werken? Nou, ook videotestimonials zijn vaak niet wervend. Ze gaan vooral over jou of over zaken die gewoon niet relevant zijn voor een potentiële klant om te horen. En je kunt het eigenlijk vergelijken met een verkoopgesprek. En daarin heb je het ook niet over jezelf of ben je ook niet steeds zelf aan het woord. Maar het gaat wel over de situatie van de klant en hoe de situatie ook kan zijn en wat er voor nodig is om daar te komen. Nou, een ander veel voorkomend probleem is dat de video niet wordt gezien door de juiste mensen. Of dat de video helemaal niet op internet wordt gepubliceerd. Waarschijnlijk omdat je er toch niet helemaal achter kunt staan. Omdat je toch twijfelt of dat je denkt van, is mijn video wel goed genoeg? Zeg ik het wel goed? Zie ik er wel goed uit? Wat zullen andere mensen wel niet vinden? Of wat zullen ze ervan denken? Nou, wat ik ook heel vaak zie is dat de video niet tijdloos is. Dus niet evergreen. En dan is die eigenlijk na een week al niet meer te gebruiken. Nou, en dan zie je dus dat de resultaten van videomarketing uitblijven. En dat komt gewoon omdat een van die twee niet goed is uitgevoerd. Of omdat ze gewoon niet op elkaar aansluiten. Nou, en dat is ook precies waarom ik mijn klanten niet alleen help met het maken van wervende video's. Maar vooral ook authentieke video's. Maar ik help ze ook met het marketen van de video's. Ja, want het een kan gewoon echt niet zonder het ander. En wat wel leuk is om te vertellen is dat een klant van mij die heeft een video online. En die levert al meer dan 1,5 jaar hele goede gesprekken op met nieuwe klanten. En daar komen ook klanten uit voort. En die video draait nog steeds. Maar goed, bedenk eens voor jezelf hoeveel makkelijker het zou zijn als je ook zo'n video hebt. Nou, als dit interessant klinkt voor je. Ik kan je het beste helpen als je een bedrijf hebt opgebouwd vanuit jouw unieke visie. Je hebt echt al een autoriteitspositie in de markt. Je hebt klanten die heel enthousiast zijn over jou en vooral ook over de resultaten die jullie samen hebben behaald.
Maar je laat het alleen nog niet genoeg zien. Omdat er iets is wat je tegenhoudt. Ik vermoed dat het een bepaalde mate van bescheidenheid is. Of misschien wel perfectionisme wat je tegenhoudt. Maar hierdoor houd je jezelf onnodig klein. En maak je eigenlijk gewoon niet de impact die je zou kunnen maken. Nou, ik kan je helpen om zichtbaar te worden op een manier die helemaal bij je past. Waar je helemaal jezelf bent. En die ook past bij jouw nieuwe klanten. En nou goed, als dit het moment is, dan weet je het. En dan spreek ik je heel graag.